Wie is dat, die een Bram de Baren? Is dat die Van Oest? Volgens mij is dat geen Van Oest. Sinds een goede 10 jaar werk ik al op verschillende fronten voor Aalst Carnaval. Voor prinskandidaten, affiches ontwerpen, voor wagenbouwers, karikaturen voor de Isomo-poppen uit te gaan sculpteren. Ook kostuumontwerpen en wagenontwerpen zijn dingen die ik ook af en toe doe. En ontwerpen van cd'tjes voor het carnavalsmilieu. Ik heb al een aantal keer zelf de affichewedstrijd ook gewonnen. De eerste vraag die ik kreeg toen ik dat de eerste keer won, is van... Wie is dat, die een Bram de Baren? Is dat die een Van Oest? Volgens mij is dat geen Van Oest. En dat was heel belangrijk blijkbaar of dat ik wel of niet Van Oest was en of dat ik het wel kan of niet. Nu, ik heb dan zeker in het begin wat moeten uitleggen en wat proberen uit te leggen van ja, ik ben dan wel van Herend bij Leuven. Maar ja, eigenlijk in mijn hart ben ik wel een Oostenaar, want mijn 4 grootouders zijn Aalstenaars. Mijn beide ouders zijn geboren in Aalst en zijn daar opgegroeid. Maar die zijn voor hun werk ooit naar het Leuvense komen verhuizen. Dus ik heb zelf nooit in Aalst gewoond, maar ik heb nog geen enkele stoet gemist. En ik heb het altijd van heel dichtbij gevolgd. Nee, echt uitgaan met carnaval, dat heeft er nog niet vaak in gezeten. Ik ben zo wel eens een paar keer cafékes gaan doen, maar zo echt tot de 3 volle dagen er echt volledig in gaan, dat heeft er nog niet in gezeten. Ik heb wel af en toe wat vrienden uit het Leuvense naar daar gekregen voor een afgebakende excursie naar Aalst op dat moment. Maar dat gaat er sowieso nog eens van komen.